Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik was vandaag thuis en toen ging opeens de bel. Nou, dus ik loop naar de deur. Was er een pakketje voor mij. Die maakte ik toen open en daar zat dit in. Dit heb ik namelijk gekregen van een kijker. Van Jan heet hij. En die vroeg of ik van die dvd's wil hebben van Lauro en Hardy. Nou, dat leek me dus wel leuk. Dus heeft hij mij een bericht gestuurd of die dvd's wilde hebben. Nou, ik zei ja. Nou, en vandaag heb ik ze dus gekregen. Zit ook een kaartje bij. Hier een kaartje met honden erop. Even kijken of er nog wat op staat. Beste Wouter. Voor jou de twee dvd's van Lauw en Harry. Ik heb nog een extra dvd. Ik kan niet heel goed lezen, want het handschrift is voor mij een beetje moeilijk om te lezen. Maar... Nou, het gaat in ieder geval om dat ik die dvd's heb. Ja, goed. Dit zijn dus de dvd's. Er zit een elastiekje om. Twee dvd's van Lauw en Hardy. Hier, deze twee. En dan nog een dvd van Ja, zusters, nee, zusters. Daar heb ik wel eens van gehoord, maar ik heb nooit echt gekeken. Met onder andere Paul de Leeuw, Loes Luca... Oh, ze heeft er wel bekende mensen in. Nou ja, goed. Deze dvd's heb ik dus gekregen. Fanmail. Kan ik het fanmail noemen? Ja, het is niet echt mail, maar voor mij noem je dit ook fanmail. Ja, ik ga die dvd's binnenkort misschien wel een keer kijken. Ik wil trouwens nog een keer een dvd-speler kopen. Voor in de slaapkamer. Want ik kan nu wel dvd's kijken in de woonkamer. Maar af en toe als ik even wakker word of s'avonds even moe ben, ik wil nog een dvd'tje kijken... Het zou misschien ook handig zijn als ik een dvd-spelertje heb voor in de slaapkamer, dat ik daar dan de dvd's op kan kijken. Maar dat is komt nog wel een keer. Dvd-spelers zijn toch niet meer zo duur tegenwoordig, dus is vast wel eentje te vinden. Nou ja, ik ben blij dat ik het gekregen heb en ik ben er ook dankbaar voor. Dus Jan, bedankt voor de dvd's. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.